Hallo, ik ben Jaap Vesten, beleidsaflid van de Raad van Bestuur. In de komende 2 minuten laat ik u zien hoe maakbaar het begrip tijd is en hoe patiënten, behandelaars en ondersteunend personeel erbij gebaat zijn om op een compleet andere manier met het begrip tijd om te gaan in de polykliniek. Maar eerst het begrip tijd. U kent het vast wel. Het is altijd in de buurt. Het zit op onze pols, we zien het op de telefoon en het hangt aan de muur. En het staat op ons afsprakenkaartje. En ondanks die verschijningsvormen zijn er maar 2 mogelijke consequenties van tijd. Je bent op tijd of je bent te laat. Daarom introduceer ik een nieuwe manier van spreekuurplanning die rust brengt voor zowel patiënt als arts. Een afspraak zonder afspraak. Op dit afsprakenkaartje staat nu nog 9:15. Maar stel nu dat we tegen 4 of 5 patiënten zeggen: als u zich meldt tussen 9 en 9:15, dan ziet de arts u voor 10:00. Dit leidt tot een buffer van patiënten die rustiger arriveren en die rustiger wachten. En daarmee is het voor de behandelaar ook mogelijk om te variëren in consultduur zonder dat de spreekuur direct uitloopt en het onrustig wordt in de wachtkamer. En dat geeft rust in de behandelkamer, bij de patiënt, de behandelaar en bij het consult. Ik wil dit idee graag verder uitwerken in een pilot, om te zien of het werkt en of we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van onze zorg. Ik zou zeggen, neem de tijd en stem gerust.